Hey guys, ga natuurlijk wat er vandaag doen, weer Minecraft. Jazeker, ik ben weer terug. Ik had weer zin om iets te maken, dus dit is leuk. Yes, ik heb mijn DDD-medicatie weer niet genomen voor de Minecraft-serie. Yes, ik doe zoveel moeite voor jullie. Oké, wat ik vandaag wil gaan doen is minen. Puur omdat, om gewoon even wat resources te krijgen om er snel eruit te krijgen. En ik zag dat Maarten, mijn broertje, check zijn kanaal uit, Nedo Games staat aan de zijkant van mijn kanaal. Die doet ook een Minecraft-serie. En ik vind dat heel erg interessant. En hij heeft het interessante idee gehad om zijn kijkers comments te laten achterlaten van dingen die hij moet doen. Doe dat ook maar bij mij, want ik ga ook geen doelen stellen voor mezelf. Want daar ben ik ook al slecht in. Waar is mijn steen? Ik heb geen steen. Hakken! Zo, kijk, dit is wel een beetje cheaten, want nu heb ik meer licht. Maar het is geen cheaten, weet je nog? Het is geen cheaten, want het lichtlevel verandert niet. We vinden echt helemaal niks. Ik zit al op diamond niveau en ik heb nog niet eens iron gevonden. Hey! Ik heb eten in mijn mond. Dit is gold, maar dat kan ik niet hakken. Jammer. Is iron uit de game gehaald of zo? Had Maarten niet hetzelfde probleem? Ik heb zijn video niet eens heel erg goed gekeken. Of tenminste, ik herinner me niet meer zoveel van. Maar volgens mij had hij ook hetzelfde probleem dat hij geen iron kon vinden. Oh, gold! Maar we kunnen nog niet hakken. We kunnen nu al gewoon diamonds vinden en we hebben nog geen iron gevonden. Kijk weer op. Ik ga hier gewoon even. Oh. Dit in mijn hand houden. Omdat ik ook geen zin heb in mijn torch te plaatsen. Cheaten, nee. Of je mag het cheaten noemen als je wil. Ik noem het geen cheaten. Maar laat je mening daarover even achter in de comments. Wauw, je kunt veel in de comments gaan plaatsen. Ik heb het af en toe gehad dat ik een vraag in een video had. En ze zeggen het in de comments. En dan weet ik dat ik een comment zat te lezen. En ik wist niet meer wat ik had gevraagd. Dus ik was helemaal confused. Want er was een antwoord op een vraag die ik niet meer wist. Heel gekke situatie, maar ik vergeet dat soort shit ook. En ik wist echt niet wat ik had gezegd kunnen hebben, om dat antwoord te krijgen. Ik heb echt geen iron gevonden. Ik heb gold gevonden, en coal, geen iron. There we go. Nou, terugrennen. Fuck eten. Ah, dat kunnen we even eerst doen, een farm opstellen. Dat kan even eerst, dat is een heel goeie, want dan hebben we eten. Dat gaan we eerst doen, we gaan een farm maken. Dan ga ik wat iron hakken. En dat komt allemaal goed. En dan ga ik ontdekken. Want ik wil ook even de omgeving kennen. Want ik weet echt niet wat er dus overal omheen ligt. Alles in de chest mikken. Ho maken. Onze seeds pakken. En dan moeten we ergens bij de kust gaan zitten. En ik denk dat we bij deze kust gaan. Want die dekken dichtbij. De fucking zand. Er wordt dan even wat zand hakken. Ik doe het nog even met de hand hoor. Kijk, echt als een echte boer overleven naar. Ik weet niet eens wat ik wil zeggen. Maar als een echte. Sowieso. Kijk, er is een reden dat ik dit nu ook doe. En dat is om hier dan. There we go. We krijgen best wel wat seeds. Ik krijg geen iron, maar wel seeds. Wat een game. De game wil gewoon dat we overleven, maar niet verder komen. Dat is sowieso wat het is. Zometeen kom ik nog diamonds tegen voordat ik iron heb. Hey! Hey, kijk eens wie ik heb gevonden! Hey! Hallo! Het is geen persoon, maar ik heb het gewoon personificeerd. Is dat Nederlands? Ik weet het echt niet. Ik kan geen Nederlands. Ik kan wel Engels, ik kan geen Nederlands. En nee, nu ga ik ook nog even deze stone pickaxes opmaken hoor. Ja, dan laten we overstappen op iron. Nee, nog meer iron, maar ik kan dit niet hakken. Ik vind er zoveel redstone hier, joh. Niet dat ik ooit redstone ga gebruiken. Ik ben echt totaal geen pro met redstone. Ik kan wat basisdingen, maar that's it. Misschien ken ik meer dan de gemiddelde Minecraft speler. Maar dat is niet zeker.
Hey, look at that. Het is oceaan. Ik hou een torch vast in de oceaan, dat werkt. Oeh, wacht, ik wil deze hebben. Yes, die wil ik hebben. Nee, weg. Weg, snel, ik verdrink. Hé, hey, het is me gelukt. Maar deze wil ik hebben, want deze kunnen we gebruiken voor precies hetzelfde effect als wat ze hier aan het doen zijn. Zo'n water elevator ding, want die wil ik eigenlijk maken. Want die dingen zijn gaaf en ik heb ze eigenlijk nooit gemaakt. Maar dat is nieuwe functie uit 1.13 dan. Ja, 1.13. Die zijn cool, waar je dan die en... Dan moet ik eerst van een Nether for Souls zijn, maar die twee gebruikt. Die twee dingen. Voor omhoog en omlaag. En ik vind het sick en ik denk dat ik een... Hey, kijk eens wat... Kijk eens wat we hier hebben. Voordat ik een iron pick heb. Niet, ik heb wel 12 iron, maar... Hey, Mr. Diamond. En nu gaan we een iron pickers maken, kunnen we die diamond hakken. Wat zijn we handig. We hebben al diamonds in de tweede aflevering. Hey. Hoe lang zijn we eigenlijk al bezig? 20 minuten. Ah, er kan nog wel wat bij. Ik ga gewoon veel doen deze aflevering. Dit wordt gewoon de volle aflevering. Ik bedoel, in Undertale, die serie ben ik gestopt. Omdat ik zo weinig voortgang maakte per aflevering. Want ik realiseerde me in, wat ik me pas realiseerde in de derde aflevering. Die ik wel had opgenomen, maar nooit heb geëdit. Die video is 80 minuten lang, die opname. En ik heb nooit eigenlijk de energie bij elkaar gehad om te editen. En daardoor ben ik de serie gestopt. Ik heb sindsdien ook nooit meer gespeeld. Maar ik weet niet of ik de serie ooit voort ga zetten. Of ga stoppen en wachten tot... en het gewoon zelf ga doen. Maar ja, hier hebben we ons geweldige vriendje Diamond. Diamonds, ik heb de achievement. Het zijn er twee. Dat is erg jammer, want ik had... Het zijn er meer! Wat is het handig dat ik nog even omhoog ben gaan graven. Want dan had ik eigenlijk geen echte reden tot. Toe. Laat ik nu nog even nog wat meer eromheen graven, hoor. Ja, nee, zo makkelijk kom je niet weg met vier. Waarschijnlijk zijn het er gewoon vier, hoor, maar... Ja, het zijn er vier. Maar... Hey! Dat betekent dat ik een... Dat dit ding niet eens meer nodig is. Hè? Klootzak. En dat ik gewoon voor diamond kan gaan... Hey. Ik ga mijn diamonds nog even bewaren. Maar ik denk dat we al snel naar Nether kunnen. Dat gaan we voor de derde aflevering doen. Help me herinneren. Derde aflevering wordt Nether. En dan gaan we ondertussen even ontdekken. Maar eerst nog even wat eten. Wat eten verzamelen. Dus we hebben brood nodig. We hebben brood nodig. Brood nodig. Hey. Ik ga niet gras hakken en ondertussen grappig zijn. Die dingen zijn mutually exclusive. Ik ben een bloem aan het oppakken. Moet ik ook niet doen. Ik heb nog niks van bloemen. Ik bedoel, die maakt wel blue dye, toch? Daarvoor zijn ze erin gedaan, omdat blue dye werd en je niet meer lapis lazuli nodig had. Omdat blauwe kleding was bijvoorbeeld eerst hartstikke duur, omdat lapis lazuli nodig was. Maar nu heb je blue dye en daardoor kan je ook gewoon zonder lapis iets blauw maken. En ik vind dat best gaaf, maar het had ook de waarde van de kleur blauw naar beneden. Want het coole was al helemaal van cyaan, puur omdat je dan ook nog cactus nodig had. Het was echt een waardevolle kleur. Nu is het gewoon deze bloem die overal voorkomt. Praktisch overal. Oh ja, in de ontdekkers sfeer ga ik even dit wrak ontdekken. Ik bedoel, we hebben carrots, dat is wel mooi. En als het goed is, zitten er twee hier. Dus. Ik bedoel, in de meeste shipwrecks zitten toch twee dingen. Twee chests. Nou, lijkt het niet op. Maar we hebben Suspicious Stew, dat is altijd leuk. Maar we hebben Carrot. Dat is misschien wel de beste vangst hieruit. Carrot. Nee, niet eten. Oh, voordat we op ontdekkingsreis gaan, dat vind ik wel even nodig. Gaan we even terug. Hier ergens is wel goed. En de coördinaten opschrijven. Yes! Ik moet even kijken. Ja, ik heb het nu in beeld. We gaan gewoon onze coördinaten. Dat is mijn KSP-raket ontwerp. Gaat die focussen? Nou, dat is eigenlijk ook totaal niet belangrijk. Maar hier hebben we... Gaan we ongeveer globaal hoor. Min 300.
60. Ja, maar dat maakt eigenlijk niet uit. En dan min 200. Dus ja. There we go. Dit werkt. We hebben coördinaten. Dat is erg belangrijk voordat je op een trip gaat in deze game. Ik denk dat jullie daar... Hey, acacia wijn. Hadden we die niet eerder al gezien? Tenminste gaan we erheen. Ik heb snacks. Weet je wat? Ik moet ook even de dingen uitspreiden. Dus ik ga het ontdekken later tot een andere video. Maar ik ga het eigenlijk gewoon hierbij laten. Ik ben even wat vrede gaan boten. Vonden jullie dit leuk? Smash het like button. Dus smash ook even de like button als je hier meer van wat ziet. Ik wil het rustig doen, maar dat kan ik niet. Dan wanneer is meer van mij uit. Reageer wat je de volgende keer wat zin in. Ik zie jullie later. Bye. Bye. Stem. Ik moet eerst een afgemaakte stem hebben voordat ik mijn outro weer eens ga doen. Dat is niet waar. Ik ga mijn outro blijven doen, want ik ben lekker eigenwijs.